weer een baaijonger behandelen. Tenen krond. Omdat ik heb er aan. Laten we gewoon gelijk beginnen, bismillah. Ja, innerillahi, voor innerhi, salaikum, beste mensen. Dit is een reminder voor heel veel jongeren. Maar niet alleen jongeren, maar ook ouderen. Dat ik vaker aanhaal dat mensen toch helaas op een slechte einde komen te eindigen, subhanallah. En dit ook bij deze jongere broeder van 21 jaar, alhamdulillah. We noemen zijn naam niet, we zeggen niet wie het is. He? Voordat mensen weer gaan zeggen, ja, maar waarom moet je zijn zondes openbaar? Dit is ook een vorm van een echte waarjonger. Dus dat hij met een excuus komt, zodat hij niet gepakt kan worden. Want hij zegt niet wie het is. Hij zegt niet hoe oud hij is of waar hij vandaan komt. Nee. En daarom kan hij gewoon vrij uitpraten over deze broeder. Een soort van letterlijk exposen. Want deze waarjonger heeft geen rekening gehouden dat de moeder meekijkt, de vader meekijkt, familieleden meekijken, vrienden meekijken, kennissen meekijken en het alsnog de wereld in kunnen helpen wie het is. Even los van het feit dat het natuurlijk heel erg is om als vader zijnde en moeder zijnde zo iemand die jouw zoon heeft gewassen, zo te horen praten. Dit is walgelijk. Walgelijk. Deze video's zijn belangrijk, vooral voor de jeugd. Want de jeugd hebben hiermee te kampen. Die gaan massaal aan dit soort troep. Ik noem dit troep. Kijk, zoals jullie kunnen zien, het is een politiezak. We hebben hem opgehaald. Gewassen al. De politie geeft zijn spullen mee. Ja. En dit zijn zijn laatste momenten. En zo is hij ook helaas aan zijn einde gekomen, helaas. Ja, nu wordt het weer een beetje gevaarlijk. Broeder Morad die gaat even een conclusie trekken hoe de broeder precies tot zijn einde is gekomen. Ik snap niet wat de zak daarmee te maken heeft of de inhoud. Het zullen slechte spullen zijn, maar of die slechte spullen ook precies op het laatste moment werden gebruikt. Ik weet niet of we dat terug gaan horen, maar dit is een conclusie die hij nu al trekt. Waarom waarschuw ik heel veel jongeren? En nu is het gewoon tijd om de realiteit te laten zien aan de jongeren. Weet je, wil jij ook zo aan je einde komen? Wat is dit? Huh? Dit is bekend bij de jongeren, ook bij de ouderen. Tabak, dat doen ze boven hun lippen. Zodat ze, ik weet niet, zichzelf verdoven of zo. Wat is dit? Dit is vape. Dit is echt. Hij loopt op een gegeven moment te mompelen, omdat hij waarschijnlijk dus niet meer dingen kan vinden. Behalve dat potje snus, wat je dus niet boven je lip gebruikt, want het ziet er zo uit. En een vape. Dan haalt hij er 2 of 3 zonnebrillen uit. Dan is hij nog even een beetje aan het graaien en zoeken. En dan zegt hij troep. Mooi. Kortom, dat was het. Dit was het. Misschien wat deze broeder is verdronken, is in het water terechtgekomen, is te komen overlijden. Ik weet niet of die. Ja, of hij bij kennis was. Hoe kan hij in het water zijn gevallen? Had hij drugs gebruikt? Ik weet het niet. Ik wil dat ook niet weten. Want dit is dan wat je terugkrijgt van de politie. En hier hebben heel veel jongeren mee te kampen. Weet je? Dit was helaas zijn laatste moment. En laatste moment. En zo is hij ook aan zijn einde gekomen. Om nu opeens te zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet in welke staat hij is overleden. Dit is super tegenstrijdig als je het mij vraagt. Maar misschien ligt het aan mij. Ik weet het niet. Subhanallah. Even los van het feit dat je ineens mag concluderen dat die vee bij hem hoort. Of die snus bij hem hoort. Of die zonnebrillen. Want je ziet er 3, 4 zonnebrillen. Het kan zijn dat die spullen ook van iemand anders zijn. Hè? Het uitgaan van het goede van je broeder en je zuster. Maar het ziekste is dat deze gast, deze waarjongen die jullie zo hoog hebben zitten, niet iedereen gelukkig, het ene moment concludeert hoe iemand aan een einde is gekomen heel slecht, om vervolgens te zeggen, ik weet het niet en ik wil het niet weten. Is dit een waarjonger, ja of nee? Waarschuw, pas op, gooi dit weg. Want dit brengt je niet naar het paradijs.
Dit brengt je naar de hel. Dit brengt je naar een slecht einde. Zoals deze broeder al heel lang. Gerusalem. Erbes. Kleine trolletje. En waar, jongen? Wie ben jij? Wie ben jij om te vertellen? Dit brengt jou niet naar het paradijs. Of dit brengt jou naar de hel. Wie ben jij om voor iemand in te vullen? En welke kant die opgaat? Jij wat? Ben je wel barkie in je hoofd? Weet jij veel wat zijn laatste woorden waren op dat moment? Weet jij veel wat hij in zijn leven heeft gedaan? Misschien heeft hij ooit omwille van alles gaan tellen iets kleins gedaan wat hem uiteindelijk tot de bewoner van het paradijs zal laten worden. Je hebt mensen die zoveel goede dingen doen en zij zullen naar de hel gaan vanwege iets kleins wat ze hebben gedaan. En we kennen allemaal het verhaal van de vrouw die de kat heeft opgesloten, die verhongerd is en dood is gegaan waar zij uiteindelijk heen is gegaan. We kennen allemaal het verhaal van de prostituee die een hond wat water gaf. En we weten ook waar zij uiteindelijk gelijk naartoe is gegaan. Maar wie ben jij? Eva, jongen. Wie ben jij? Kijk, hoeveel mensen heeft hij gewassen die gewoon een pak sigaret bij zich hebben? Heel veel mensen roken. Heb je hem ooit horen klagen of huilen? Het zorgt voor kanker, het verpest je longen, het verpest je lever, het zorgt voor blaaskanker. Weet je hoe schadelijk roken is? Of een zuster die werkt bij de Albert Heijn als cassière, hè, die de wijn zo aan het scannen is. Dat wordt dan €14,33. Wilt u er een bonnetje bij? Of een andere broeder die werkt bij een bank, je weet al, die in oorlog is, iedere dag met alles puinthuilen, ribben. Dan zijn het allemaal Allahumma barik, goede moslims. Of een voetballer. Begrijp je? Met alle respect. Het zijn van een profvoetballer. Het verdienen van dat geld is haram. Hoor je hem huilen? Natuurlijk niet. En zo kan ik superveel voorbeelden noemen. Van enorme grote zondes. Waar zijn haren niet van overeind staan. Maar dan gaat het om snus. En dan gaat het om een vape. En dan is het gelijk. Paradijs heel. Weet je wat ook heel erg is? Het opeten van geld wat bedoeld is voor de armen. Zonder dat je transparant bent. Naar degene die hebben gedoneerd. Dus mijn advies, beste broeder Morad, want de dood komt jou ook een keer ophalen. Vertel ons even hoeveel geld er precies binnen is gekomen met die aardbeving in Marokko. Meer dan 1 miljoen binnengehaald. Krijgen de donateurs nog een keer een overzicht? Hoe zit het met de jaarrekeningen waar jullie heel stoer over deden? Transparant, transparant. Gelijk weggehaald en vanaf toen geen enkele jaarrekening meer. Is het misschien een idee om daar even je aandacht op te vestigen. Om je geloofwaardigheid weer een beetje terug te halen. Dat kun je niet doen. Want we weten allemaal waarom. Maar onthoud. Wie een stuiver eet. Wat bedoeld is voor een arme persoon of een wezen. Daar gaan 50 miljard vapes en snuspotjes niet tegenop. Kan ik je vertellen.